Een naam die we nog niet vaak voorbij horen komen is Henry Weigelt. De Duitser maakte afgelopen zomer de overstap naar AZ, maar kwam dankzij een blessure nog maar weinig in actie. Ja, ik kwam hier met een injury, so it was a little bit difficult with the start for me. But now it's getting better and better and I feel very comfortable, even with the players and the trainers and the staff around the team also. So yeah, it's going good. Nou, we zien Henry nu wekelijks steeds fitter worden en ook steeds beter spelen. En dat resulteerde afgelopen week zelfs in een doelpunt. Dus goede ontwikkeling. Ja, want in de wedstrijd MVV Jong AZ scoorde Henry zijn eerste officiële doelpunt in Alkmaarse dienst. Daar is de gelijkmaker, Henry Weigelt. Het scheelde alleen niet veel of de goal was er niet gekomen. Omdat hij terugkomt aan het blessure mag hij maar een x aantal minuten spelen. En dat bouwen we steeds op. Dus hij was rijp voor een wissel. Alleen vlak voordat hij gerust werd maakte hij een schitterende kopbal. In de 70 minuten de trainer asked me if I can keep playing. And I said, yeah, 5 more minutes, it's okay. And then in the 5 minutes I scored the goal. Henry Weigelt kwam afgelopen zomer over van Arminia Bielefeld en maakte de overstap naar Nederland. Inmiddels voelt hij zich helemaal op zijn gemak bij zijn nieuwe club en teamgenoten. Ja, yeah, I have an apartment now for I think 4 months or something and then we live there with my girlfriend together. And we're doing very good. We know every player here now and their girlfriends also. We're doing a lot outside from the pitch also. And yeah, I settled down. Veel positiviteit dus voor de Duitser. En nu is het natuurlijk zaak om de overstap naar het eerste te maken. En als hij ze doorgaat, zou die kans binnenkort kunnen komen. Nou, hij heeft wel tegen MVV een mooie ontwikkeling ook laten zien. En het is aan hem dat hij zich steeds dol blijft ontwikkelen en dat hij op de deur gaat kloppen bij AZ1. Dus goed spelen bij ons. Uiteindelijk zijn kans gaan pakken daar. Yeah, after my injury now, I want to keep playing and train with the first team and keep going good. That I maybe can sit on the bench with the first team and also I want when I play with the second team I want to get 3 points in every game.